We zijn vandaag ook in Krimpen aan de IJssel. Hier woont voormalig René Schuurmans fan Astrid met haar man Ben. Omdat Astrid de laatste cd van René niet goed vond, is ze teleurgesteld. Ze is al meer dan een jaar niet naar optredens geweest en de fanartikelen staan al maanden op zolder. Hier weer bij je. Al zijn cd's. Nou, al. Ja. Alle, één gesigneerde. DVD's, het laatste concert waar wij ook bij waren. Geef mij die foto maar van je, dan zet ik hem wel weer terug. De foto. En dan kan het t-shirt wat ik bij elk optreden aan had. Kijk weer tegen mijn concurrenten gaan zitten kijken. Wat is de reden dat de doos met René-artikelen op zolder stond? Het is niet zo dat nou ineens allemaal over is. Maar wij vonden zijn laatste cd gewoon tegenvallen. Er zijn wat mij betreft maar twee nummers daarop die ik wel aardig vind. En de rest denk ik van ja, ik vond het gewoon zo jammer. Ik vond het niet meer de echte René, zeg maar. Zoals wij hem kennen. Nou, dit was uit glorietijd bij René. Ik was op de fandag, ja, toen was alles nog perfect. Hoe kijk je nou naar jezelf op deze foto? Ja, ik was dolgelukkig. Ik was hartstikke blij en hij zong allemaal mijn favoriete nummers. Dus ja, het was gewoon een feest. Drie weken daarna had ik het er nog over. Je ziet daar gewoon een hele gelukkige Astrid. Die echt genoot en die het gewoon verschrikkelijk vond toen de dag voorbij was. Want ja, ik genoot van elke minuut. Het was gewoon gezellig. En wat is het verschil tussen de Astrid die we daar zien en de Astrid van nu? Ja, de Astrid van nu is gewoon ja, heel erg teleurgesteld en niet meer zo enthousiast. Ik droom je terug bij mij. We draaiden hem ook elke dag. De dvd's draaiden we heel vaak. Meestal in het weekend of hè, dat gezellige avonden. Ja. Dus dan. En ik was een foto op het nachtkastje plat als we naar bed gingen. Stond er een foto op het nachtkastje? Stond ook een foto op het nachtkastje. Hij bracht sfeer in huis, laat ik het zo zeggen. Niet dat we dat samen niet hebben, maar het was net het stukje meer. En dat mis ik nu heel erg.